Ik heb heel lang last gehad van herbelevingen, sombere gevoelens en negatief denken. En daarbij ook nog eens schuld en geschaamte gehad. Vorig jaar ben ik in behandeling gekomen voor een depressie. En toen bleek dat veel van mijn klachten terug te voeren zijn naar een verkrachting die ik twaalf jaar geleden heb meegemaakt. En we hebben denk ik allemaal een beeld in ons hoofd als je het over een verkrachting hebt. Van hé, hey, ik loop om drie uur s'nachts door het park. En iemand komt uit een bosje springen. En dan word je met een pistool tegen je hoofd aan verkracht. Maar in de praktijk gebeurt dat. Niet tot nauwelijks 1 op de 8 vrouwen in haar leven een punt in haar leven verkracht is. Dat is echt veel. 1 op de 25 mannen. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en alle informatie en tips delen die wij als arts en psycholoog dagelijks meemaken. Mijn naam is Chris, Huisens SP en naast mij zit Aisha, neurowetenschapper en psycholoog. En vandaag hebben we een vraag ook weer gekregen van een van onze luisteraars en die luidt als volgt. Ik heb heel lang last gehad van herbelevingen, sombere gevoelens en negatief denken. En daarbij ook nog eens schuld en geschaamde gevoelens gehad. Vorig jaar ben ik in behandeling gekomen voor een depressie en toen bleek dat veel van mijn klachten terug te voeren zijn naar een verkrachting die ik twaalf jaar geleden heb meegemaakt. Inmiddels ben ik succesvol behandeld. Had ik wat anders kunnen doen? Goede vraag. Ja, goede vraag. Het is, ook uh, triest. Ja, ook, ook dat zij, dus, dus heel lang, dan interpreteer ik dat het waarschijnlijk jaren heeft geduurd dat ze met deze klachten heeft rondgelopen. Mm -hmm. Dus is, is dat iets wat jij geregeld ziet, dat mensen jarenlang klachten hebben, en dat dat er herleiden is aan een, een trauma in het verleden en in, de, bij de, in dit geval dus seksueel? Ja, helaas kom ik dat heel vaak tegen. Dus in de meeste gevallen dan, um, in de meeste gevallen bij de psycholoog, het is niet dat iemand aangemeld wordt met, ik ben verkracht of ik ben aangerand en sindsdien heb ik herbelevingen, nachtmerries. Of matige waakzaamheid, prikkelbaarheid, vermijdingsgedrag, uh, dat soort PTSS-klachten. Uh, mag ik behandeling? Dat komt eigenlijk nooit voor. Yeah. Wat veel vaker voorkomt, is dat iemand in behandeling komt. Of voor posttraumatische stressklachten. Of bijvoorbeeld voor iets in eerste instantie ongerelateerd, denk je dan. Van de depressieve klachten of angstklachten. En dat op het moment dat je daar een overzicht van gaat maken. En dat je gaat terugvoeren van hé, hey, waar komt dat vandaan? Wanneer is het gestart? En dat je een beetje een vertrouwensband hebt, dat je er dan achter komt van hé, hey, daar nou, heeft een uh, seksueel geweld plaatsgevonden, of misbruik of verkrachting. Ja, want ik kan me voorstellen bij PTSS dat de herbelevingen, de nachtmerries, et cetera, allemaal zeg maar van seksuele aard zijn. Dat mm is -hmm. het onderwerp, dus dat is best wel recht toe recht aan. Maar dus, dus slechte focus, depressief zijn. Dat zijn allemaal wat meer klachten die, 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 die je niet direct kunt linken aan het seksueel trauma. Ik bedoel, als je op, je op de grond valt op je knie en je hebt daar een pijnlijke knie, dan kan je zeggen, oh, dat komt omdat ik ben gevallen. Mm -hmm. Maar deze klachten zijn zo van algemene aard, zo, zo voelt het althans voor mij, dat het moeilijk is om te vinden dat de oorzaak echt een seksueel trauma is. Ja, het lastigste is denk ik ook dat op het moment dat je een seksueel trauma meemaakt, dan gaat dat vaak gepaard met ontzettende schuld- en schaamtegevoelens. En die schuld- en die schaamtegevoelens, of het gevoel van hé, hey, ik ben schuldig aan het seksuele geweld, of ik ben schuldig aan het seksuele misbruik of de verkrachting, um, die, weerhouden, die kunnen je ervan weerhouden om specifiek voor die klacht hulp te zoeken. Omdat je het gevoel hebt dat je mede schuldig eraan bent of dat je je ervoor schaamt. Dus het is vooral die schuld en die schaamtegevoelens... die denk ik mensen weerhouden om daarmee ja, zich aan te melden ja, dus, bij de huisarts. Ja, dat is toch wel interessant, ook, ook bij, dit, bij heel veel psychische klachten... dat je lichaam zichzelf saboteert om de klachten in stand te houden. Dus je, je hebt dan die schuldgevoelens, schaamtegevoelens... waardoor je geen hulp zoekt, terwijl dat eigenlijk de oplossing is voor jouw klachten. En, en, en je dan eindstand waarschijnlijk jarenlang met dit soort klachten moet rondlopen. Ja, en dat is heel triest. En dat zie je dus ook in de GGZ. Dat, ik meen dat minimaal de helft, ik me er niet op vast, van de PTSS... die gaat ook ongediagnosticeerd. Omdat er dus vaak met volkstraumatische stressklachten... gaat ook gepaard met andere type klachten of problemen... of sociaal-maatschappelijke problemen, noem het maar op. En dan gaat de focus eigenlijk op de aanmeldreden. Of ja. de focus gaat op de andere klachten. Terwijl de oorzaak eigenlijk een trauma dan kan zijn. Ja, interessant. En, en voordat we verder gaan of dieper ingaan op dit onderwerp... Uh, misschien goed om de termen ook uh, toe te lichten... van wat, wanneer nou er nou sprake is van verkrachting... en wanneer ze sprake van aanranding. Want dat zijn twee verschillende dingen. Mm -hmm. Klopt. Mm. Ik meen dat een verkrachting is, vindt plaats... als er tegen je zin in uh, seks plaatsvindt... waarbij er dus ook sprake is van penetratie... Mm -hmm. En op het moment dat er tegen je zin in seksuele handelingen worden verricht, waarbij er geen sprake is van penetratie, dat je dan spreekt van seksueel misbruik of aanranding. Ah oh ja, ja. En, en weet je ook over de impact wat het verschil is qua impact van beide handelingen? Ik verwacht dat de impact. Nou, mijn ervaring is eigenlijk dat de impact van een verkrachting dat die sterker gerelateerd is aan ptss klachten. Ja. Omdat dat eigenlijk het ultieme gevoel van machteloosheid en uh, controleverlies is. Mm -hmm. Wat ik wel soms ook meemaak, is dat op het moment dat iemand bijvoorbeeld misbruikt of aangerand is, dat dat ook soms kan manifesteren als even heftige klachten. Ook vooral omdat dan ook de rampbeelden zich kunnen voordoen dat hè, wat er had kunnen gebeuren in het allerergste geval, in dat geval dus verkrachting. Ja. Dus dat Ondanks dat uh, misschien geen penetratie heeft plaatsgevonden, dat je op dat moment zulke doodsangst uitslaat of zo'n angst om verkracht te worden, dat die beelden ook als het ware op je netvlies zijn geprint, maar dan meer in de op de manier van dat er had kunnen gebeuren. Ja. Als je bijvoorbeeld iemand niet weggeduwd had of net op tijd weggekomen was. Ah, Oké. Okay. Dus het is een soort van geconstrueerd beeld of geanticipeerde angst van wat er had kunnen gebeuren, daar kun je dus ook een PTSS aan overhouden. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet gebeurd is. In praktijk. Ja, precies. Dus stel je voor, je wordt aangerand, dan kan je ook denken van, hé, hey, stel je voor dat, en het lukt je toevallig om iemand weg te duwen, of er komt iemand binnen, dan kan je ook natuurlijk gaan nadenken van, hé, hey, wat, wat, wat als ik hem niet had weggeduwd, of wat als er niemand binnen was gekomen, dan was dit gebeurd. Ja. Nog, uh, ja. ja, best heftig, want als je ook kijkt, de meeste verkrachtingen/aanrandingen zijn onder invloed van alcohol. Nou, waar wordt er heel veel alcohol gedronken? Nou, dat is denk ik bij het, in het uitgaansleven. Mm -hmm. uh, daar lopen ook veel jonge mensen rond, jonge mannen, jonge vrouwen. Ik kan me voorstellen dat daar toch wel het een en ander gebeurt dan. En het een en ander natuurlijk op positief vlak. Ze hebben plezier, ze hebben een feestje, ze drinken, ze hebben een leuke tijd. Maar mm. ook op mentaal vlak, best wel wat schade wordt aangedaan. Kan ik me voorstellen? Hoor jij geregeld terug van cliënten dat het seksueel um, geweld of, of de verkrachting of de, of de aanrandingen in het uitgaansleven zijn? Of is dat meer in de privé -sferen? Wat ik het vaakst meemaak in de praktijk is zijn het de privé -sferen. maar er kan natuurlijk wel een flinke bias in zitten. Juist door de schuld en de schaamtegevoelens, want stel je voor je gaat naar een feestje en er is alcohol in het spel en je begint met dat je denkt van oh leuke jongen, laten we samen slapen, maar dat er niks gebeurt en er gebeurt vervolgens wel iets tegen je zin in, dan kan het zijn, kan ik me voorstellen dat de schuld en de schaamtegevoelens. Als je dat niet wil. Dat die des te groter zijn, omdat je jezelf dan kan kwalijk nemen: van oh waarom heb ik alcohol gedronken? Waarom ben ik meegegaan? Had ik nog duidelijker mijn grenzen aan moeten geven? Dus ik kan me voorstellen dat de, de, nou ja, dat, dat eigenlijk de kans dat je behandeling zoekt voor je klachten, alleen, de drempel alleen maar hoger maakt. Ja, omdat je jezelf dan een aandeel, groot aandeel toewijdt: van hey ik heb hem meegenomen, of ik heb haar meegenomen. En eh, diegene is over mijn grenzen ingegaan. Deels, of grotendeels mijn schuld, zo zie je dat dan. Maar dat is het dan absoluut niet. Nou, wat ik eigenlijk in de praktijk meemaak is dat bijna iedereen schuld en schaamtegevoelens heeft op het gebied van seksueel geweld. En dat staat helemaal los van wie schuldig is. Want kijk, ja. de dader is natuurlijk schuldig. Ja. Want op het moment dat jij geen seks wilt of geen uh, seksuele handelingen wilt, en iemand die doet dat toch, ja. dan is die ander natuurlijk schuldig. Daar is gewoon geen twijfel over mogelijk. Ja. Maar het schuldgevoel die zit vaak bij het slachtoffer, in dit geval. Um, omdat, omdat er bepaalde stappen zijn in dat proces. En we hebben denk ik allemaal een beeld in ons hoofd als je het over een verkrachting hebt. Van hé, hey, ik loop om drie uur nachts door het park. En iemand komt uit een bosje springen. En dan word je met een pistool tegen je hoofd aan verkracht. Maar in de praktijk gebeurt dat niet tot nauwelijks. Het ja. is eigenlijk in 80, 90 procent van de gevallen zijn het mensen die je kent. Dus dat kan een partner zijn, dat kan een vriend of vriendin zijn, dat kan een familielid zijn. En dan heb je toch een hele ingewikkelde relatie met de dader. Wat het ook dus nog ingewikkelder maakt om hulp te zoeken. Ja. Dus daarin is ook het idee van een dader en slachtoffer en een puur slecht anoniem persoon. Versus iemand met hele slechte kanten die ook hele liefdevolle kanten heeft. Dat maakt het gewoon ontzettend ingewikkeld voor ja. het slachtoffer. Ja, want inderdaad, ik denk zelf dat als je de meeste mensen vraagt van waar gebeurt het eerder bij het uitgaan door een onbekend iemand, of door iemand uit je vriendenkring of uit je familie binnen een, zeg maar, binnen een gesloten kring. Dat denk ik, de meeste mensen zouden denken, nou het zal wel, zullen wel onbekenden zijn die hun. Die, die zeg maar mensen zomaar zouden ja. verkrachten. Maar het zijn dus vaak mensen in je eigen omgeving. Die... Bijna altijd. 80, 90 procent van de gevallen, dan ken je de dader. Dat is wel heel bizar inderdaad. Ja, dat is echt... Um, dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Ja, dat maakt het inderdaad, wat je ook zegt, en nog moeilijker om hulp te gaan zoeken. Dan heb je die schuldgevoelens en dan heb je ook nog eens een factor van, hé, hey, diegene die ken ik, die zit in een vriendenkring. Uh, ik wil volgende week weer bij die mensen mezelf kunnen vertonen. Maar... Uh, ik heb net wel even aangifte gedaan tegen een van die jongens uit de groep... of een van die dames uit de groep. Ja, dus dat wordt ook vaak in de doofpot gestopt. En je loopt dus ook het risico dat als er ervoor uitkomt... en dat mensen niet positief reageren, of omdat ze je niet geloven... of omdat he, de tendens tot victimblaming... dat ze denken van, oh, maar als, je, als er alcohol in het spel was... ja, dat had je dan niet moeten doen. Ja. Dus eigenlijk je eigen schuld en schaamtegevoelens worden dan alleen maar bevestigd. En um, nou de kans dat er een succesvolle aangifte komt... Nou, ik heb eigenlijk. Um, ik, dat is niet mijn branche. Maar die is natuurlijk niet 100%. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Dus dat is gewoon heel ingewikkeld. En ik denk ook dat we vaak onderschatten hoe vaak dit voorkomt. Want ik meen ook dat 1 op de acht vrouwen in haar leven op een punt in haar leven verkracht is. Echt veel. Een op de 25 mannen. Dus vaak zien we natuurlijk ook de dader als man en het slachtoffer als vrouw. Ja. En daarmee doe je dus ook heel veel onrecht aan de mannen die ook verkracht kunnen worden. Ja omdat het taboe dan eigenlijk alleen maar groter is. Dus Klopt. de drempel voor mannen is ontzettend hoog. Ja, want ik heb, ik heb ook wat statistieken opgezocht. En um, er blijkt dus ook het risico op PTSS, dus posttraumatische stressstoornis, dat je herbeleving hebt, nachtmerries en langdurige klachten hebt na zo'n incident, dus na een, een verkrachting, is dus blijkbaar bij mannen 65% na een verkrachting en bij vrouwen 45%. Dat vond ik best wel merkwaardig. want... We hebben het vaak over statistieken bij mm -hmm. psychische klachten. En het komt vaak voor dat, dat vrouwen zeg maar wat kwetsbaarder zijn... voor mm -hmm. mentale klachten dan mannen. Maar bij verkrachting zijn de mannen juist kwetsbaarder... op langdurige klachten van PTSS vergeleken met vrouwen. En ja, ja. 65% vergeleken met 45%. Dat is allebei nog steeds heel veel. Want dat betekent dus één op de twee krijgt dus PTSS na een, na een verkrachting. Dat ja. is ook te veel. Absoluut, elke verkrachting is er één te veel. Ja. Ja, maar dat, dat, dat vond ik dus wel heel bijzonder. Wat in mijn hoofd nu gelijk opkomt, als je deze statistiek vertelt. Ik had ook in mijn hoofd dat ongeveer de helft van de mensen met een verkrachting uh, PTSS opliepen. Maar dat man-vrouwverschil, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Maar wat ik me dan gelijk voorstel, of mogelijke hypothese, is um, dat, op het dat mannen mogelijk op een jongere leeftijd... door bijvoorbeeld een familielid of een bekende, uh, seksueel misbruik... Mee kunnen maken en hoe jonger je iets meemaakt, hoe groter de kans ook op PTSS-symptomen of klachten. Ja. Dus je kan je voorstellen dat, nou, zo stel ik het me dan tenminste voor, dat bij de vrouwen is natuurlijk een groep die het op jonge leeftijd meemaakt, maar het kan ook misschien inderdaad een groep zijn die um, in het uitgaansleven een seksueel incident meemaakt of een verkrachting of een aanranding. En als je bij wijze van spreken 20 gezonde jaren hebt of 30 gezonde jaren hebt, met een gezonde ontwikkeling. En als er dan een incident plaatsvindt, dat het mogelijk wat minder generaliseert naar hoe je naar jezelf kijkt of hoe je naar anderen kijkt of naar de wereld kijkt. Um, en dat bij mannen mogelijk het misbruik of het seksuele geweld op jongere leeftijd als kind vaker ook plaats kan vinden. Ja, dus, dus inderdaad, als je wat ouder bent, heb je meer weerbaarheid voor dit soort mentale klappen, om het even zo te noemen. En als je wat jonger bent, heb je dat minder, waardoor je kwetsbaarder bent, want... Ook aanvullend hierop, qua risicogroepen. blijkt dus dat het verkrachtingsrisico. bij mensen tussen de 12 en de 24 jaar. vier keer groter is. dan mensen boven die leeftijd. Ja, dus dus dat eigenlijk is eigenlijk ook Dat wel aan op wat ik. Uh, ja, dus, denk. Dus, 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 dus er wordt vier keer meer verkracht. In, 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 de, in de leeftijdsgroep tussen de 12 en de 24 jaar. dan daarboven of daaronder. Dat, dat is best wel bizar. Ja. En, 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 en wat ik nog bizarder vond qua statistieken... en hier schrok ik echt van... want dat had ik totaal niet verwacht... Eh, namelijk dat van verstandelijk beperkten... dat die vier keer vaker het slachtoffer zijn... dan niet verstandelijke beperkten. Dus dan... Helaas ook herkenbaar... voor de mensen die ik zie. Ja, maar dat is toch bizar... dat je een verstandelijk beperkte... dat je die zou verkrachten... en dat dat dan ook vier keer vaker voorkomt... dan niet verstandelijk beperkte. Dus... Er wordt gewoon volledig misbruik gemaakt van die mensen. Ja. Door een verstandelijke beperking. En ja, dat is eigenlijk, sorry dat ik het zeg, best wel ziekelijk dat je daar misbruik van maakt. Absoluut. En, uh, en wij mogen, denk ik, het woord ziekelijk niet gebruiken, want ja, je weet natuurlijk niet het verhaal, maar om nou verstandelijk beperkte te verkrachten, vind ik wel heel heftig. Heb, heb je dat wel eens als cli Heb je wel eens een cliënt een cli gehad die dat, die, 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 die of, of ervaring. Dat dit ook in de praktijk dat die mensen ook gewoon hulp zoeken? Want ik kan me wel voorstellen dat je als verstandelijk beperkte misschien zelf niet uh, gelijk hulp zoekt of het probeert te vermijden. Of ik heb daar te weinig ervaring mee. Maar zijn dat mensen die gelijk hulp zouden zoeken of um, ik heb wel eens meegemaakt dat een, bijvoorbeeld cliënten die dan een uh, chronische ziekte hebben of die dan rolstoel afhankelijk zijn, dat die dus ook in hun dagelijkse leven afhankelijk zijn van anderen? En dat er inderdaad binnen de familie of vriendenkring... dus in de bekende kring... dat daar ook seksueel overschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Omdat ja. iemand dus inderdaad volledig afhankelijk is. Heel bizar. Wat ook um, samengaat is ook... Ik heb uh, veel jongvolwassene cliënten um, gezien... die dan niet volledig voldeden aan een verstandelijke beperking... maar wel aan bijvoorbeeld laagbegaafdheid. En... Um, dus dat is iets, uh, een iets hoger intelligentieniveau dan een verstandelijke beperking. Maar daarin zie je ook dat, ik ga zeg maar, de zien waar ze zich in begeven, dat daar ook veel meer um, uh, misbruik plaatsvindt. Voor bijvoorbeeld ook cliënten die dan um, wel eens ontvoerd zijn, of dat er gedreigd was om ze uit te buiten tot de prostitutie. Dus dat is een hele nou ja, andere leefomgeving. Waarin dus ook de kans op seksuele uitbuiting of dreiging tot prostitutie, Loverboys, ook veel meer voorkomt. Ja, ja want, want dat, dat, dat is ook een hele interessante kwestie. Dus, dus inderdaad, bij seksueel geweld, verkrachting of aanranding, dat je eigenlijk meerdere patronen kunt vertonen daarna. Dus je kan of seks gaan vermijden. <coughs> en dat mm -hmm. kan zich uiten in bijvoorbeeld vormen van vaginisme of uh, niet durven te binden op dat gebied. Ja, maar zeker. het kan er ook voor zorgen dat je juist extremere vormen van seks. Gaat, ja, gaat adoreren of, of gaat uitoefenen. En dat is best, dat is, dat is best, wel, ja, best wel bijzonder. Dat, dat inderdaad dat zo'n zo heftige ervaring zich dan uit... in dat je die ervaring eigenlijk weer opzoekt... en daar opwinding ja. in vindt. Dat zul je ongetwijfeld ook in de porno-industrie genoeg meemaken. Dat er genoeg vrouwen zijn die dus ooit verkracht zijn of aangerand zijn... Mm -hmm. en nu daar hun werk van maken, wat natuurlijk hartstikke sneu is... Ja, zeker als er op uh, minderjarige leeftijd, als je dan in aanraking komt met uh, seksueel geweld of seksueel misbruik, dan leer je eigenlijk op een hele jonge leeftijd kom je in aanraking met nou, seks. Ja. En dan kan dat ook een onderdeel worden van je levensverhaal inderdaad. Dus dat je als op een hele jonge leeftijd is dat. Ge, 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 ja, ge, ben je eigenlijk gemanipuleerd? Of is dat. Um, ook, ja, het is natuurlijk ook niet als je op jonge leeftijd verkracht wordt of aangerand wordt door een bekende, dan wordt je natuurlijk ook aangepraat van dat je dat fijn vindt en dat dat lekker is. En daar gebeurt natuurlijk ook op psychologisch vlak een heleboel. Ja. En als je op long, jonge leeftijd daarmee in aanraking komt, dan kan dat inderdaad je visie op seks en hoe normaal dat is of hoe afnormaal dat is, uh, natuurlijk heel erg beïnvloeden. Dat ja. je op jonge leeftijd dus al. Ja, Daarmee bezig bent. Ja, want, want, want we hebben het voornamelijk over mentale klachten. Ik ben ook straks even benieuwd wat er kan gebeuren tijdens een verkrachting op mentaal gebied, maar ook natuurlijk op fysiek gebied gebeurt er van alles. Dus je kan een SOA krijgen natuurlijk. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat een dader die dat doet misschien ook vaker heeft gedacht, waardoor uh, gedaan heeft, waardoor de risk dat hij een SOA heeft ook hoger is dan, uh, dan iemand uit Lutjebroek die uh, ik noem maar wat uh, Timmerman is, noem maar wat. Um, maar verder kan je ook zwanger worden. Ik las ook dat 7% van alle verkrachtingen leidt tot zwangerschap. Uh -huh. dus vandaar dat ook duidelijk in de, als advies staat, onder andere in thuisarts.nl en NG, dat je altijd een morning after pill moet slikken. Als okay. dit is dus gebeurd, los van alle andere dingen die je moet doen op dat gebied. Maar ik ben even benieuwd, wat kan er gebeuren met je als je verkracht wordt? Wat gebeurt er in je, in je zenuwstelsel? Wat gebeurt er met je lichaam? Wat we, ja, misschien dat je wel, uh, waar we het vaak over hebben in ieder geval, is de fight-or-flight-response. Dus dat je nu zelfs op het moment dat er een acute dreiging of acuut gevaar is, dat je lichaam zich eigenlijk voorgesorteert op oftewel fight, vechten, oftewel flight, vrucht, vluchten. En dat betekent eigenlijk dat je ademhaling omhoog gaat, je hartslag gaat omhoog. En je hele lichaam is zich aan het voorbereiden om nou, zo snel mogelijk in veiligheid te komen, oftewel door te vechten, oftewel door te vluchten. Maar wat hierbij in deze context belangrijk is, is dat je ook nog een derde respons hebt, die veel minder bekend is, en dat is de Freeze respons. En dan kan je een beetje denken aan de respons van een hertje die op de snelweg in autokoplampen staart. staat. Namelijk dat er helemaal niks gebeurt en dat je dus eigenlijk bevriest. En zeker in het kader van seksueel trauma, is dat een heel veel voorkomende respons omdat het dus evolutionair, nou vaak op het moment dat er een verkrachting plaatsvindt, dan is de dader sterker en heeft slechte bedoelingen. En op het moment dat jij dus bevriest, dan consolideer je eigenlijk je lichaamsfuncties. Dus op het moment dat jij bevriest, dan worden de kans op bijvoorbeeld interne verwondingen, die worden minder. Wat natuurlijk levensgevaarlijk ook kan zijn. En ook. Um, dus eigenlijk beschermt je lichaam je door te bevriezen, door de kans dat je er levend uitkomt te vergroten. En dat ja. doet jouw lichaam door te bevriezen, omdat dan de kans dat de dader eigenlijk um, minder geweld toebrengt, ja. groter is vanuit de evolutionair perspectief. Dus je ja, minimaliseert eigenlijk de kans op verwonding. En dat is dus het hele lastige. Dus zeker als je het hebt over. Um, Daders en slachtoffers en ook het uh, rechterlijke systeem. Dus het lichaam, die kan zich heel ja Je hebt geen invloed op dat fight, flight, or freeze response, het overkomt je. Ja. En op het moment dat dus, uh, het je niet lukt om iemand weg te duwen, dan kun je, kan, omdat je in die freeze response zit, dan uh, kan dat later ook nog heel veel schaamte of schuldgevoelens oproepen. Dus je denkt van: oh, waarom heb ik dat niet gedaan? Maar je kon er niks aan doen. Yeah. Want het is simpel je zenuwstelsel die voor jou deze overlevingskeuze heeft gemaakt. En dat maakt het dus heel lastig. Wat ook heel lastig is, wat ik heel vaak uh, waar ik heel al, al mijn cliënten altijd over informeer, is dat op het moment dat er dus een verkrachting dreigt plaats te vinden, dat er dus ook vaak een genitale respons plaatsvindt. Dus als vrouw bijvoorbeeld dat je vochtig wordt. Um, en dat kan de dader dan interpreteren als dat je het lekker zou vinden. Terwijl dat is dus ook weer zo'n automatische lichamelijke respons om de kans op ver, interne verwondingen en dus je overlevingskans te vergroten. Of ja, dat je interne verwondingen hebt verkleinen en je overlevingskans dan vergroten. Ja. En dat kan ook heel erg verwarrend zijn. Zowel omdat de dader dat misschien naar je toe kan gebruiken als, als indicatie van zie, je wilt het wel, je vindt het wel lekker. En als slachtoffer is dat natuurlijk ontzettend verwarrend. Ja, en dat geldt ook bij mannen met een erectie. Dus ja. ik las ook dat we één op de vijf mensen tijdens een verkrachting ook inderdaad genitale reactie krijgen. Mm -hmm. En dat inderdaad gemisinterpreteerd wordt. Ja, want um, misschien ook wel interessant om over te hebben van um, wat moet je doen als je aangerand of verkracht bent op dat moment. Want. De, de thuisarts.nl, die, die heeft een best wel duidelijke boodschap van hey, neem contact met uh... centrum seksueel geweld. Precies, ja. neem contact met hun op. Maar ik zag ook nog wat andere, andere merkwaardige, um, merkwaardige adviezen. Um, los van dat inderdaad het supergoed advies is om inderdaad centrum seksueel geweld uh, te benaderen. En uh, bijvoorbeeld een morning after pill te nemen, zodat je de kans op zwangerschap kleiner is, dat je je laat onderzoeken bij de huisarts. Dat zijn allemaal ontzettend goede. Ja. Uh, goede tips. Stond er ook het volgende bij: <clears throat> zorg voor een normale dag- en nachtritme. Sta op gewone tijden op en ga op gewone tijden naar bed. Eet gezond. Gebruik liever geen alcohol of drugs. Pak het gewone leven zo snel mogelijk op. Ik ben echt naar je aan het fronsen, maar ga vooral verder. Ja, ik, 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 ik dacht ook bij mezelf <laughs> van als je verkracht wordt. Uh, Pak het gewoon in de leven zo snel mogelijk op. Wat gewoon doorpakken. Gewoon doorpakken. Gewoon uh, doen alsof er niks aan de hand is. Zo kwam het in ieder geval over. Maar ik denk dat het ook meer advies is wat aanvullend is op van nadat je contact hebt gehad met het Centrum uh, Seksueel Geweld. Oh uh, ja. Um, verder, praat of schrijf over de gebeurtenis als je dat wilt. Zoek afleiding, bijvoorbeeld door te sporten of activiteiten met een vriend of vriendin te, te doen. Of zoek steun bij familie of vrienden en of vrienden. Nou, ik, um, ik sta een beetje perplex, merk ik. ik uh, van de ene kant denk ik van, nou, het is inderdaad uh, goed om jezelf niet te gaan verwaarlozen naar een verkrachting. En om goed voor jezelf te zorgen, dus die zelfzorg voorop te stellen... En tegelijkertijd denk ik van: nou, zijn dit de beste adviezen die je kan geven? Want iemand heeft net een, enorme, nou, een enorm live-event meegemaakt. Waarbij we dus eigenlijk weten dat de helft van de mensen er PTSS aan overhoudt. En dan ja, pak het gewoon in het leven zo snel mogelijk op. Dat klinkt meer als van: hé, hey, ga het lekker vermijden en hoop dat het wel losloopt. Ja. Dat is absoluut niet wat ik ervaar in de praktijk. Ja, dus eigenlijk als wij inspraak mochten hebben op, uh, op, de, op de richtlijnen van thuisarts.nl. thuisarts.nl is overigens een site voor mensen, patiënten, die dan thuis uh, betrouwbare informatie kunnen opzoeken. En het is voornamelijk ook aanvullend op de huisartsenzorg. Dus stel uh, je hebt keelpijn, dan kan je altijd op thuisarts.nl kijken van hé, hey, ik heb keelpijn en dan krijg je dus algemene informatie en adviezen erover. Dus ik ben een super voorstander van thuisarts.nl. Maar stel dat we. Uh, één pagina op thuisloos.nl mochten aanpassen, dan ja. zouden we eigenlijk, denk ik, die zes zinnen over van hé, hey, ga maar gewoon door, doe maar alsof er. Uh, ga maar lekker sporten, ga er maar een beetje. Uh, ga vooral niet alcohol of drugs drinken. Zouden we, denk ik, al die zinnen vervangen met zoekhulp, 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 zoekhulp en zoekhulp. Ja, bon. en ook meer gewoon uitleggen over dat schuld- en schaamtegevoelens gewoon heel erg voorop staan en dat het niet jouw schuld is. En um, ja, dat je in ieder geval de zelfzorg is natuurlijk wel een belangrijk ding. Maar zoek vooral hulp, omdat de kans dat het um, zich manifesteert als langdurige uh, psychische klachten, die mega-invaliderend zijn, die is gewoon groot. Het is gewoon één op de twee. Ja. ja en dan we de... hebben we het over de PTSS, laat staan nog de depressie en wat het doet met jezelf, je zelfbeeld, je mens en je wereldbeeld. Ja. Ja, want het is dus. Dus ik denk dat we echt uh, wat meer moeten gaan inzien dat verkrachting of aanranding echt flink impact kunnen hebben op mensen. Het is echt een wapen, eigenlijk, wat tegen je wordt gebruikt. Zoals of ja. je wordt aangepakt of geslagen wordt of, 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 of mishandeld wordt. Het zit eigenlijk op dezelfde schaal. Ja, ik moet nu terugdenken aan dat ik um, toen ik in Cambridge studeerde, toen heb ik ook de oud-president van Kosovo ontmoet, Atifete Jagaba. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja. Um, en dat was zo'n intrigerende speech die zij maakte. Want zij vertelde dan ook over de Kosovo-oorlog in 1998-1999. En waarbij er 20.000 Kosovaarse mensen verkracht zijn tijdens de oorlog. En zij gaf echt een hele, een hele, een hele mooie, bijzondere speech. Waarin zij ook beargumenteerde van dat verkrachting. Dat ziet zij dus ook als een, een, een oorlogswapen. Want op het moment dat je dus iemand in de familie verkracht. dan breng je, breng je zulke littekens toe aan die persoon. en ook eigenlijk het hele sociale systeem eromheen. Dus je traumatiseert de persoon zelf, maar ook de mensen eromheen. omdat er dus schuld en schaamte is. Er is een dader, die je natuurlijk niet kan pakken. En, op, en die vrouw, zou ik maar zeggen, die staat zo centraal in zo'n huishouden. dat als je die vrouw verkracht in dit geval, dat dat gewoon direct en indirect heel veel invloed heeft op de hele community eromheen. Niet alleen het gezin, maar ook de community daarbuiten. Dus, dus zij betoogt ook eigenlijk dat we ook verkrachting vooral niet moeten... Nou, hoe, hoe zwaar dat eigenlijk is en hoe zwaar dat leunt op een hele gemeenschap. En zij betoogt dus ook echt dat het een oorlogswapen is, die dus bewust of onbewust ingezet kan worden, om dus eigenlijk een gemeenschap van binnenuit kapot te maken. Ja. ja, ik kan me voorstellen, inderdaad, de kinderen, de, de, de ouders of de broers, die zullen daar natuurlijk absoluut niet blij mee zijn. En volgens mij is dat, speelt dat ook inderdaad in de Joegoslavië-oorlog, dat allerlei bevolkingsgroepen elkaar van alles hebben aangedaan, waaronder verkrachting. En dat, ja. dat dat nu eigenlijk generaties doorcijpelt. en er nog steeds een spanningsveld bestaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zeker. Ik ben nu op dit moment een boek El Camino aan het lezen. Is echt aan te bevelen voor. Uh... De luisteraar die van boeken lezen houdt. Ben nog niet, ik heb hem nog niet uitgelezen. Maar die gaat ook over dit soort onderwerpen. Ook over de Joegoslavië-oorlog. En ja. de psychische en mentale impact van de oorlog. Bijzonder. Ja, dus laten we inderdaad verkrachting zien als weapon of war. En uh, dat dus niet bagatelliseren hm. als gewoon ja. Je had het misschien gewild of je hebt verkeerde keuzes gemaakt. Want dat is dus ook wel belangrijk om misschien erbij de, de te brengen. Dat, dat eigenlijk het beschuldigen van de slachtoffer zelf vaak. Meer impact heeft dan de gebeurtenis zelf. En ik heb een beetje rondgescrollt op Instagram om te kijken van hé, hey, wat, wat, hoe reageren mensen op verkrachtingen? En ik schrik wel van reacties. Dat mensen zeggen, ja, je hebt zelf voor gekozen, je hebt zelf dit gedaan, je hebt zelf dat. En dat zijn precies de dingen die, je, die, die, die eigenlijk bijna nooit het geval zijn. Dus het is grotendeels onzin wat die mensen zeggen in de, in de reacties. Ja. Maar het zorgt er ook voor dat je, die, dat, dat je het slachtoffer juist meer beschadigt. Ja. Dus eigenlijk natrappen is dat. Ja, dan heb je ook officiële termen voor zoals victim blaming en revictimizing. victimizing Wat, wat in mega schadelijk is. En ik merk het ook wel eens in behandelingen: dat op het moment dat er veel schuld of schaamtegevoelens uh, plaatsvinden, en nog erger dan de herbelevingen en de nachtmerries, dat dat dus ook soms kan zijn, bijvoorbeeld door op het moment dat je kenbaar maakt dat er iets is gebeurd, dat je dan op dat moment niet geloofd wordt. Ja. En dat kan dus ook. Minstens zo schadelijk zijn. als de verkrachting. of het uh, seksuele geweld zelf. Ja, dus ik hoop dat we hierbij. dat ook onder de aandacht hebben gebracht. en hopelijk een aantal luisteraars. die dat misschien ooit hebben gedaan. daar ook wat voorzichtiger in zijn. Ja, dat soort reacties. Absoluut. Gewoon waar je geen verstand van hebt. praat er gewoon niet over. Ja, of zelf de... vragen. Dat, uh, dat, dat kan je natuurlijk ook altijd doen. Ja, maar, maar wees gewoon heel voorzichtig. Wees echt heel voorzichtig. Want het is zo'n delicate kwestie. En de impact van een verkrachting of van seksueel geweld die is gewoon enorm. Ik heb gewoon um, ook genoeg cliënten in behandeling gehad... die het geen eens durfden of konden vertellen. Die dan aangaven van, hey, het gaat heel slecht met mij. Dan ontdek je dat iemand PTSS-symptomen heeft. En dan vraag je van, hey, is er een incident geweest waardoor dit is gebeurd? Zeg ze van, ja, er is een incident geweest. Nou, zo weet dat ze dan niet de woorden kunnen gebruiken... Dan ben ik altijd heel erg alert erop. En dan vraag ik dan altijd na: van, hey, is het een seksueel incident geweest? Omdat mensen het gewoon zo moeilijk vinden om erover te praten. <clears throat> Ten eerste omdat ze bang zijn dat ze niet geloofd worden. En daarnaast ook omdat het een onwijs impactvol trauma is. Ja. En ook een heel intiem trauma. Ja. En mensen willen het vergeten, maar in het geval van uh, seksueel geweld, dat lukt dus. In heel veel van de gevallen lukt dat niet. Dus ook die adviezen van thuisarts. Ja, succes met vermijden. Maar als jij PTSS eraan overhoudt, wat bij één op de twee mensen is, <clears throat> dan is vermijden. Nou, het somste wat er is. Ja, dan kan je wel lekker gaan sporten. Maar. Uh, ja. Ja, dat heeft weinig zin dan op dat moment. En, en we zeggen niet dat sporten niet, niet goed is, maar uh, zoek gewoon hulp. Dat is gewoon niet de prioriteit. Ja, precies. De dus prioriteit je... is hulp zoeken en zorgen dat je bij iemand bent die die er voor je is en die samen met je tegen dat trauma gaat vechten. Precies. Dus als iemand van de redactie van thuisarts.nl meekijkt of meeluistert... pas die vijf zinnen alsjeblieft aan met zoekhulp.zoekhulp.zoekhulp. Zoekhulp, zoekhulp, keer vijf. Ja. Eh, want ik denk dat dat uh, meer zin heeft dan uh, gewoon doorgaan... en uh, de algemene leefadviezen uh, na te streven. En misschien wat statistieken over hoeveel bepaalde klachten voorkomen... om dat ja. te normaliseren, dat, hè, dat die klachten zijn direct het gevolg zijn... Ja. Van dat seksuele trauma. Nou, we hebben een heleboel besproken. Uh, laten we teruggaan naar de vraag. Um, had deze dame wat anders kunnen doen? Want zij heeft dus al jarenlang uh, last van herbelevingen, sommige gevoelens, negatief denken, overmatige alertheid, schuld en schaamtegevoelens. Had zij wat anders kunnen doen? Ja. N nou, uh, ja, wat ik dan gelijk denk als iemand zegt: had ik wat anders kunnen doen, dan Hoor ik eigenlijk ook weer die schuld en die schaamtegevoelens? Van hé, hey, het ligt aan mij dat ik hier zo lang mee heb rondgelopen. En dat is het natuurlijk absoluut niet. Dus had je wat anders kunnen doen? Nee, want het is je overkomen. Ja. En. Um, uh, ja, wat ik vooral iemand zou gunnen, is dat op het moment dat ze in uh, zorg zijn of naar de huisarts gaan, dat ze dit bespreekbaar kunnen maken en dat ze het ook bespreekbaar durven maken, omdat er dus ontzettend effectieve behandelingen zijn, uh, die ook heel goed werken op seksueel geweld. En je bent niet alleen, ja. ze zijn echt, um, dus zie het vooral niet te somber in. Er zijn echt hele effectieve behandelingen. Dus had je wat anders kunnen doen, ja. Je, had het, je, je kan het altijd bespreekbaar maken met zorgprofessionals ja. die verstand hebben op dit gebied. Ja, er in zijn in ook per jaar honderdduizend slachtoffers hè, van verkrachting, dus het komt gewoon heel veel voor. Ja, en aanranding, ook één op de drie mensen wordt in zijn of haar leven ook aangerand, dus dat moeten we ook zeker niet uh, onderschatten. Ja, dus inderdaad, het advies zou eigenlijk uh, van ons zijn: hé, hey, je had eigenlijk niks anders kunnen doen, want, want het is gewoon heel heftig. Maar als je in een ideale situatie zou zitten en je bijvoorbeeld onze podcast had geluisterd, had dan bijvoorbeeld gelijk hulp gezocht. Of had het besproken met bijvoorbeeld Centrum Seksueel Geweld. Die ja. hebben een gratis telefoonnummer waar je gelijk ook terecht kunt en die kunnen je advies geven. Mocht je thuis zitten en uh, bijvoorbeeld ooit te maken hebben gehad met verkrachting of met aanranding. Of klachten hebben van bijvoorbeeld overmatige alertheid, uh, somber zijn, herbelevingen, negatief denken. En dit verhaal dus herkennen, neem dan ook gewoon contact op met ons. Dat kan, dat kan helemaal gratis. Met Aisha zou je eventjes kunnen bellen, die kan graag met je meedenken en die kan ook meedenken of zij jou kan helpen of dat een andere partij je kan helpen. Want ja, elke dag dat je rondloopt met dit soort klachten is eigenlijk een dag te veel. Dus herken je de klachten, neem dan contact op. Dat kan op www.christeneisja.nl/slash bellen. En dan maakt Aisha graag tijd voor je vrij. En dan kijkt ze ook uh, naar wat voor factoren mee kunnen spelen en niet. Want je kijkt vrij breed naar klachten altijd, toch? Zeker. Ja. Dat maakt ook dat ik vaak ontdek tijdens uh, eigenlijk al vrij vroeg in de behandeling. dat er seksueel trauma heeft plaatsgevonden. Ja. Dus het is een, vaak een beetje een. Ja, het is niet helemaal een toevalsbevinding. Ja. Maar je moet vaak graven in iemands. Ja. in verschillende domeinen. waar je dan uh, achteraan gaat. En dan kom je erachter van: hé, hey, speelde dat niet toevallig? Ja, zeker. Ja. Nee, dus schroom niet om hulp te zoeken, want dat is echt het allerbeste wat je kunt doen. Um, hebben we een tip van de week? We hebben aardig wat tips gegeven. Um... Nou, tip van de week: de rest van thuisarts is wel betrouwbaar. Ja. Dus uh, mocht je lichamelijke of mentale klachten hebben, kijk even op thuisarts.nl. Want er staan over het algemeen hele goede praktische adviezen op. En op het gebied van seksueel trauma, heb je een keer een seksueel trauma meegemaakt en um, dan kan het een enorme last voor je zijn en probeer het dan bespreken met iemand die je vertrouwt. Dus dat kan een professional zijn, maar ook met een vriend of vriendin waarbij je weet dat die je niet zal veroordelen. Ja. Nou, vind ik een mooie tip. Yes. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat vooral. Dat helpt ons enorm. En dat we zorgden ook voor dat deze podcast naar meer mensen wordt gedeeld. Zodat dit soort onderwerpen actueler worden dan dat ze nu al zijn. En mocht je ook het een leuke aflevering vinden, vergeet dan niet om sterretjes achter te laten. Zodat je de aflevering kunt beoordelen. En dat helpt ook weer de podcast om langzamerhand meer te groeien en meer bereik te krijgen. Wat goed is denk ik voor het algemene welzijn of het algemene mentale welzijn van Nederland. Aisha, bedankt dat je er weer was vandaag. Jij ook. Ja. En voor de luisteraar, we hopen je volgende week weer te zien. Dus tot dan. Tot dan.